Op deze prachtige dag bevinden wij ons in restaurant Boswachter Liesbos. Op deze historische dag schieten 10 succesvolle topmannen 10 hele ambitieuze bijstandsvrouwen te hulp. De afgelopen 6 weken waren hele intensieve weken waarbinnen onze vrouwen een bewustzijnsprogramma hebben doorlopen. Zij hebben hun agenda voor deze dag voorbereid. Bedoeling van deze out-of-the-box tot stand gekomen initiatief is dat de topmannen zich gaan inspannen voor onze bijstandsvrouwen, zodat ze serieuze kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Vorig jaar kwam ik Nora Kazuri tegen bij een bijeenkomst van NL 2025. Dat is een initiatief dat wil zich inzetten om een betere kwaliteit van samenleven mogelijk te maken. En toen zei ze, Jan-Peter, er is een mooi initiatief, ik ben er een paar jaar bij betrokken. En het gaat om het motiveren van bijstandsvrouwen, mensen nieuwe kansen bieden. En daar heb ik jou voor nodig. Houtenhozen vind ik een mooi initiatief, omdat het ervoor zorgt dat mensen die al een tijdje aan de kant staan en heel graag mee willen doen in de samenleving, echt weer aan de bak willen komen. Laat ik zeggen, concreet worden ondersteund en worden bevraagd en worden geholpen door mensen die eigenlijk voor wie werken eigenlijk vanzelfsprekend is. Ik ben voornamelijk uit mijn comfortzone gehaald. Ik was een beetje in de stilstand geraakt. Zo van, ja, op mijn leeftijd gebeurt er niet zoveel meer. Ik zit een beetje te wachten op mijn pensioen. Maar door deze opleiding zijn we echt wel een beetje door elkaar geschud en ja, het heeft me weer nieuwsgierig gemaakt naar de toekomst. Nou, ik was heel erg zenuwachtig eigenlijk. Had ik echt klamme handjes. En ja, eigenlijk op het moment dat je gaat zitten met je topman. En vooral als het zo, hij was zelf ook heel spontaan. En heel aardig, dus dan gaat het op een gegeven moment vanzelf. En toen was het eigenlijk al over. Behalve dat ik dit een ongelooflijk leuk initiatief vind. Ik ben van het Openbaar Ministerie en wij zijn een organisatie waar opleiding ongelooflijk belangrijk is. Ik vind dat ze heel erg goed voorbereid zijn en heel erg ambitieus en echt vastberaden om er iets moois van te maken. En dat spreekt me erg aan. Maar wat ik ook zie is dat soms opleiding niet alles is, maar gaat het om levenservaring, wat je als karakter hebt, wat je met je meebrengt. En ik heb toevallig een kandidaat getroffen die dat heel sterk heeft. Dus het nog maar eens een bevestiging dat het niet altijd maar om studieresultaten geldt. Soms als je al een tijd geen werk hebt, dan kan je dat als uitzichtloos ervaren. En wel eens wanhopige gevoelens hebben van, kom ik ooit nog aan een baan? Het is niet goed voor je zelfvertrouwen. En eigenlijk door dit programma zie je je eigen kwaliteiten meer. Ik was in mijn leven een beetje vastgelopen. Dat was niet prettig en ik wist dat ik daar hulp bij nodig had. Maar als je minder te besteden hebt, is het lastig om hulp te vinden. Ik was dus ontzettend blij met het aanbod dat ik mee mocht doen. Ik ben ingestroomd en ik heb heel veel gehad aan een bewustzijnsprogramma. Ik gun voor iedere vrouw deze project, zeg maar. Ik gun het voor iedere vrouw die bijstand krijgen. Het is een geweldige traject. Het is een mooie kans om te grijpen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en dat vond ik de mooiste. Het was heel fijne en gezellig gesprek. Hij heeft aandacht besteed waar ik aan toe wil. Dat vond ik heel erg prettig. Ik vind het heel bijzonder. Het is een hele mooie omgeving hier.
In de bossen, lekker hapje eten, mooie auto's die er buiten staan, vrouwen die goed gekleed zijn. Maar vooral ook bijstandsvrouwen die met eigen waarden daar staan. Die in zichzelf geloven en die ook weten van er moeten dingen gebeuren om ons leven weer vooruit te helpen. Nou, zeg, hier zien dat vrouwen als ze ondersteund worden en getraind worden, dat ze weer zelfvertrouwen krijgen. Dat geeft mij een heel goed gevoel, want het begint met zelfvertrouwen en het vinden van een baan. En ook als het even tegen heeft gezeten in je leven, als je even geen baan hebt gehad, om wat voor reden dan ook, natuurlijk voel je je dan vervelend, voel je je rot, maar dat maakt je geen minder mens. Zorg ervoor dat je dat zelfvertrouwen vasthoudt en dat wat er gebeurt, of je een topman bent of bijstandsvrouw bent, dat je altijd mensen bent die elkaar met elkaar in gesprek kunnen gaan, elkaar kunnen ondersteunen, elkaar kunnen helpen. En dat maakt dit initiatief ook, wat mij betreft, een initiatief waar ik heel warm gevoel bij krijg. Iedereen heeft een kans op mooi werk. Iedereen heeft een kans om onderdeel te mogen zijn van een bedrijf, van een werkomgeving, van een groep leuke collega's. En ik vind dat iedereen die zijn uiterste best doet om een kans voor zichzelf te realiseren, ook geholpen moet worden om uiteindelijk dat te gaan laten materialiseren. Ieder persoon, zeker deze dames, hebben echt hun eigen talenten. En dat geldt eigenlijk voor elk mens. Hè. En als je die talenten weet aan te spreken, dan ontstaan er ook echt, dan zijn er vaak hele mooie mensen die ik zie. En ik zou willen dat, en ook iedereen toewensen, dat die talenten, dat ze die allemaal kunnen benutten. Ook in hun werk, maar ook in hun dagelijks leven. Maar heel kort hier, ik ben een paar uur hier. Ik geniet ervan en dat zit hem in het feit dat je mensen samenbrengt. En ik denk dat het goed is dat mensen uit het bedrijfsleven de bereidheid hebben om zich te verdiepen in anderen. Wat kunnen wij voor deze vrouw in de bijstand betekenen? Gewoon bij jezelf te raden gaan, waar zijn mogelijkheden? En omgekeerd, de vrouw in de bijstand die wilde uitkomen, vertrouw in jezelf, kijk waar jij goed in bent en wees ook helder in het presenteren van wat jij kunt. En ik denk als we zo'n maatschappij krijgen, waarin we openstaan voor elkaar, waarin we proberen elkaar sterke kanten te zien en waarin je ook probeert samen verder te komen, dat is denk ik het mooie van een initiatief als dit. En daarom hoop ik ook dat volgend jaar absoluut weer doorgaat. Ik ben van het begin af aan heel enthousiast geweest toen ik bij Nora op gesprek ben geweest. En ik heb ook alles op alles gezet om dit project te gaan doorlopen. Heel veel dingen voor opzij moeten zetten. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Dus alle bijstandsvrouwen die volgend jaar wellicht aan de beurt zijn, ga ervoor en geniet er met volle teugen van. Ze moeten hier naartoe komen omdat je echt zo'n unieke kans krijgt. Sowieso om aan jezelf te werken, maar ook aan de kans op de arbeidsmarkt. En omdat het gewoon een heel fijn traject is waar je zoveel van jezelf leert, waardoor je zelf gewoon jezelf weer een sterke vrouw gaat voelen. Ja, nou gewoon meedoen, erin springen en niet meteen vasthouden aan vacatureteksten in je hoofd en opleidingseisen, maar gewoon eens kijken, kijk naar de persoon die je voor je hebt en kijk een beetje met een schuin oog door je oogharen naar je bedrijf en kijk of je daar een match van kan maken. Want uiteindelijk gaat het om de wil om er iets van te maken en dan lukt het altijd. De bijstandsvrouwen zouden hier naartoe moeten komen naar dit initiatief. Eén, om te zorgen dat ze authentiek zijn. En begrijpen dat ze iets meer moeten doen om weer in de maatschappelijk verkeer deel te kunnen nemen. En dat betekent gewoon een baan en dat betekent brood en dat betekent ook rozen. Alle vrouwen die lopen hier de deur uit met een nieuwe kans, iets wat hen verder kan brengen in het leven. Maar om die kans te krijgen moet je daar wel bewust voor kiezen. Dus ik zou zeker, als ik vrouw was in deze situatie, en ik zou wat meer willen dan de situatie zoals die nu is, gewoon jezelf opgeven en meedoen.